De staf van FC Utrecht heeft aankomend seizoen een aantal nieuwe gezichten. Onder andere Rob Penders, clubicoon van NAC Breda en recent nog hoofdtrainer van FC Eindhoven. Hij is de nieuwe assistenttrainer. Jacob Moulenga, die de afgelopen maanden al meeliep op Overvecht, mag zich nu individueel trainer van de FC noemen. En datzelfde geldt voor Willem Jansen. Vorig seizoen technisch manager bij VVV Venlo, maar nu terug op dat andere oude nest. Een Limburger met heimwee naar Utrecht, is dat de beste omschrijving? Ja, dat klopt wel, ja. Ja, dan weet je ook van dat je 9 jaar hier hebt gezeten. En vooral de rol natuurlijk ook, die veel beter bij me past op het veld. Met jongens dagelijks bezig, met het team. Ja, dat is leuker dan veel op kantoor zitten. Nou, Utrecht was voor mij wel een club dat ik dacht van ja, dat is wel een organisatie waar ik graag wil werken. Wat voel je dan? Nou, ik vind het een grote club, hè, met een mooie uitstraling en een club die ambitie heeft. En daar wilde ik graag deel van uitmaken. Dat was eigenlijk de grootste reden, ja. In februari dit jaar was Moulenga stellig in Café Galgenwaard. I have no ambition of coaching. Zero. Mine, like, below zero. I have no ambition. Maar in de afgelopen maanden groeide zijn liefde voor een specifieke rol op het trainingsveld. Nee, weet je? Nah, I mean, this is coaching. I mean, the coaches are doing their part. I'm focusing solely and mainly on the strikers. The offensive player, just to try and get everyone ready and have enough competition for everyone. We lekker met doeltjes schuiven en zo. Ja, vuile werk een beetje doen. Hè? Daar ben ik ook nooit vies van geweest natuurlijk. Dus, Yeah, you can say that's always been, even when you play, it's the same thing. So it's all part of just helping out and everyone being together. It's not, yeah, it's just the same thing. Deze vrije trap gevaarlijk, wat heet. Het is al raak. 1 minuut en 20 seconden. 1 minuut en 20 seconden en de bal vliegt er al in via Penders. Ik heb heel lang natuurlijk bij dezelfde club gezeten. 19 jaar als speler, als trainer bij NAC Breda. Maar ik merk dat het voor mezelf goed is om af en toe een andere keuken te kijken. Ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Moulenga en Jansen, het zijn mannen die hun sporen als speler ruimschoots hebben verdiend bij FC Utrecht. Is het overbrengen van Utrecht DNA dan ook hun rol? Ja, natuurlijk. Wij weten wat er gevraagd wordt van een Utrecht speler, maar... Ja, dat weet de rest van de staf ook, dus dat vind ik heel makkelijk gezegd. Dat... I can't really say it's up to me and Willem. Me and Willem have played here and everyone knows our characters. But everyone, Mike, has played here as well. The coach, I was here the first time and everyone knows how passionate he is and how strong he is about everything. Of het nou Willem Jansen is of Jacob Moulenga of Rob Penders, ja. We zijn allemaal met één ding bezig en is het elftal beter te maken, dus... Jordi, you know, Frans, everyone knows what Utrecht is about. We're not a hidden book, we're open. If you come here, you have to be ready to perform, to give us what you have. But we have a certain style of play, we have a certain attitude and what we demand from you. So if you come here, you have to be ready to work hard and just give everything you have. Willem, ja, we hebben natuurlijk wel een klik qua positie, qua invulling van de positie en bepaalde denkwijze daarover. Ja. Zelfde de persoonlijkheid ook wel een beetje, denk ik? Daar gaan we achterkomen. Ik ken hem pas een week. We hebben wel tegen elkaar gespeeld nog, denk ik. En ik ken hem natuurlijk van tv. Dus qua persoonlijkheid ken ik hem nog iets minder. Maar ik denk dat dat wel gaat passen. Ja. You also played against Rob Penders, right? Yeah, so I think I did. I have to find the clips of that because I have to show Rob to say, yeah, he couldn't defend me. So I have to show him that. We will search for it. Yeah, please search for it. Moulenga. Mag hij dan ook nog scoren? Ja! En het is beslist! Ik ben een rustig persoon, denk ik. Ik kan wel veel eisend zijn. Maar vanuit mijn eigen karakter probeer ik een steentje bij te dragen naar FC Utrecht. Hè. En aan het ontwikkelen van de speelwijze. Een stukje organisatie, een stukje structuur in de organisatie. Dat zijn wel punten waar ik heel veel aandacht aan gegeven heb. Ik ben altijd gewoon een fanatiek baasje geweest natuurlijk. Dus dat zal ik her en der ook een beetje moeten temperen. Juist wel als trainer. Omdat je toch moet zoeken hoe je jongens natuurlijk het beste kan benaderen. Maar ja, dat ik in ieder geval flink bezig ben, dat hoeft niemand over te twijfelen. Ja. Trying to give them the best I know, my manier. And also, yeah, obviously in an understanding with what the coaches want, how we want to play. So it's very important for me to transform or to give them how the coach wants to play with what I know and to make it successful for everyone. Hij is weer terug in de stad waar hij hoort. Ja, het voelt lekker. Het voelt wel heel snel natuurlijk als thuis, ja.